Ik daag jou uit. Like de video sneller dan dat ik de gevangenis van Brookhaven inloop. Oké, we hebben daar al een agent. En als het goed is, ben ik binnen. Maar ik ben niet de enige. Er zijn hier superveel gevangenen. En dit zijn de meeste gevangenen in heel Brookhaven waarschijnlijk. En we gaan een spel spelen. Oké, jongens, volg mij. Ik zeg, kies allemaal een cel. Iedereen een eigen cel. Oké, ik zie daar een meisje naar boven gaan. Oh my gosh. Oké, we hebben hier twee mensen in cel 1. In cel 2 zit al iemand. In cel 3. Oh ja, voordat ik het vergeet, mag natuurlijk niet ontbreken. Kijk, ik heb mijn politie-outfit aan. Als je niet in je cel zit, krijg je een ban, zeg ik. Oké, we hebben hier iemand met zijn slaapzakken. Die is aan het bellen. Dat mag eigenlijk niet in de gevangenis. Oké, we hebben hier iemand die staat. We hebben hier een meisje. Hier hebben we twee celgenoten. Ik vind het op zich niet heel erg. Oh, dude, kom op, snel. Ga naar je cel toe. Anders moet ik je echt bannen, hoor. Maakt niet uit welke cel. Ik loop wel even met je mee. Ah, waarschijnlijk is elke cel al vol. Ah ja, inderdaad. Oké, goed zo. Jullie zitten samen. Oké, dus iedereen heeft nu... Jij moet ook nog een cel? Kom op, ga daar naar binnen. Maakt niet uit welke. Hier, deze. Deze is perfect voor jou. Goed zo. Oké, dus iedereen zit nu in zijn eigen cel. Oh, dit is zo gaaf. Ik ben letterlijk de politie van Brookhaven. Oké, ik heb gezegd, deur open doen is verboden. Dus we gaan gewoon eerst even testen wie er totaal niet luistert. Want die krijgen als eerste een ban. Oké, tot nu toe zie ik iedereen netjes zijn celdeur dicht houden. Waarom is cel 2 leeg? Oh nee, die zit daar te eten. Oké. Ik ben benieuwd. Wie houdt het vol om naar mij te luisteren? Oh. Ja. Het spijt me, dude. Ja, je kunt wel op bed liggen en doen alsof je slaapt. Maar ik weet dat jij dat was. De eerste ban is uitgedeeld. Ik zeg iedereen je cel uit en volg mij. Oké, nu hoor ik heel veel celdeuren opengaan. Maar nu is het goed. Oké, iedereen komt zijn cel uit. Iedereen is er. Ik zeg, ga aan tafel zitten. Oké, ik ga hier in het midden staan. Dit is zo grappig. Ik ben letterlijk een agent. Oké, iedereen zit. We geven iedereen nog 5 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. Oké. Oh, dit meisje. Sorry, het spijt me, het spijt me. Maar je was net iets te laat. Zo, ik heb hier het eten. Dat geef ik even aan iedereen. Jullie eten. Goed zo. Oké, iedereen is lekker aan het eten. Ik zie burgers en... Wacht eens, waar kom jij vandaan? Sorry, dude, maar jij... Nee, dat is niet de bedoeling. Oké, we hebben weer iemand geband. Kijk, iedereen is lekker aan het eten. Iemand drinkt een colaatje. Oh. Vuurwerk. Ik zeg, wie deed dat? Van wie is dat vuurwerk? Wie was dat? Oh, niemand zegt wat. Ja, dat dacht ik al wel. Want je weet dat je dan een ban krijgt. Dat meisje zegt ik niet. Oké, nou ja, jullie zijn allemaal aan het eten. Ik zeg, tijd om te douchen. Schiet op allemaal. Oké. Oh nee, ik zie weer vuurwerk. Ik weet niet wie het heeft geplaatst, dus dat is heel vervelend. Oké, jongens, volg mij. Het is tijd om te douchen. Oké, iedereen is aan het douchen. Oh, er is hier weer een agent. Wacht, wat? Dit is letterlijk gewoon een gevangene die zich heeft vermomd als een agent. En hij probeert dus ook weg te komen, want hij weet dat hij een ban gaat krijgen. Oh, dude, jij bent de pineut. Kom hier. Ja, sorry, dude. Oké, we hebben hier weer iemand die niet in de douche... Zitten jullie nou vuurwerk? Hé, jongens, vuurwerk in de douche. Oké, weet je wat? Ik heb een idee. Weet je, ik heb een idee. Ik doe gewoon alsof ik niet zie. Oh, wat doet dit meisje hier? Jij hoort te douchen. Sorry, hoor. Ik heb gezegd, iedereen je cel weer in. Je hebt 10 seconden. Oké, dus iedereen gaat nu zijn cel weer in. Maar nu wordt het heel spannend. Want wat ik namelijk ga doen, ik doe zo meteen alsof ik wegga. En ik ga ook weg. Maar wat zij niet weten, is dat heel deze gevangenis uitgerust is met camera's. Dus wanneer ik weg ben en hun proberen te ontsnappen, kan ik meekijken. En dan sta ik dus om de hoek om degene te bannen die ontsnapt zijn. Oké, even kijken. Hier zit iemand in zijn cel. Oh, dat is eigenlijk niet de bedoeling, hè? Maar goed, ik zie dat eventjes door de vingers. Oké, ik zie iedereen netjes in zijn cel zitten. Maar let op wat ik nu zeg. Ik zeg, ik ga even wat eten halen. Niet ontsnappen, hè? En kijk, moet je opletten. Dan kijk ik nu snel mee op de camera's. En dan kan ik dus hopelijk zien of iemand toch probeert te ontsnappen. Even kijken, ik zie nog niet... Iemand op een skateboard? Oké, wat doet hij nou? Gaat iemand ontsnappen? Ik hou het goed in de gaten. Ontsnapt er iemand? Iedereen zit nog netjes in zijn cel. Oh, ik zie daar dat meisje. Dat meisje gaat eruit. Oh, ze gaat er weer in. Oké. Daar zie ik iemand lopen. Wat doet hij? Hij gaat er ook weer in. Oké, ik ben dus best wel een goede agent, want ze luisteren naar me. Oké, ik zie daar iemand op een Segway er heel snel vandoor gaan. Oké, nu... Oh, daar is die! Daar is die! Oh, nee! Ja, ze proberen allemaal te ontsnappen. Oh, snel. Eerst deze. Sorry. Ja, ik heb je geband. Maar volgens mij is er nog iemand ontsnapt. Ik weet het alleen niet zeker. Ja, hier. Yes, ik heb je geband. Oké, deze dude is geband. Dat meisje is geband. Nou, die komen waarschijnlijk uit cel 1 en cel 6. Even kijken. Ja, jouw deur is open. Ja, sorry, dat betekent toch dat je net hebt geprobeerd om eruit te gaan. Ik ben een strenge agent. Oh, deze dude heeft vuurwerk in zijn cel. Ja, ook dat is niet toegestaan. Oké, dus nu gaan we kijken wie er braaf is gebleven. Deze doet in cel 7. Deze doet in cel 8. En in cel 9. Dus 3 cellen op een rij. Even kijken. Zie ik nog ergens een deur openstaan? Hier is niemand. Hier is niemand. En hier is dit meisje. Oké. Ik zeg iedereen de cel uit. Het is tijd voor de schoonmaak. Kom bij mij. We hebben nog 1, 2, 3, 4 gevangenen over. Waar we er net volgens mij... Oh nee, 5. Of misschien nog wel iets meer zelfs. 6. Oké, iedereen is netjes aan het schoonmaken. En degene die dat niet doen, die moet ik bannen. Dus jij krijgt geen ban. Jij krijgt geen ban. Nou, jou heb ik net zien schoonmaken, dus dat is goed. Alleen dit meisje...
het spijt me. Oh, een grasmaaier. Oké, dat is wel origineel. Ik vind dat dat ook telt. Wacht even. Hey, blijf wel hier, Reddoert. Ik weet dat jullie altijd proberen te ontsnappen, maar daar komt natuurlijk niks van in. Ik zie hier weer vuurwerk. Is hier iemand naar binnen gegaan? Nee. Oké, we gaan allemaal in de lift naar boven toe. En dan gaan we hier naar binnen, want kijk. In deze kamer hebben we dus nu alle gevangenen die wel naar ons hebben geluisterd. Ik zeg, omdat jullie allemaal hebben geluisterd, worden jullie beloond. Ik zeg, jullie werken nu hier en zijn niet meer gevangen. En dat betekent dat het nu dus allemaal agenten zijn. En nu is het dus aan ons om Brookhaven veilig te houden. We zijn letterlijk van gevangenen naar agenten gegaan. Oké, iedereen volg mij. We gaan naar beneden toe. Oké, we hebben allemaal een politieauto. Kijk hoeveel politieauto's we hebben. Oh, er valt er eentje. Oké, we zetten onze sirene aan. Oh man, Brookhaven wordt overgenomen door politieagenten. Kom op jongens, we moeten alle dieven vangen. Wacht, er zit letterlijk eentje bij mij achterop. Oh, dit is zo gaaf. Maar nu ben ik wel benieuwd. Luisteren ze ook allemaal? Want stel voor, ik rij nu naar de Brookhaven Bank. Ik bedoel, we zijn agenten, dus we moeten ze even testen. Kijk, dit is de Brookhaven Bank. Oh man, ik heb nog nooit zoveel agenten in Brookhaven gezien. Laat in de reacties weten hoeveel politieauto's zijn hier. Oh my gosh, heb je ooit zoveel agenten tegelijk richting de bank zien gaan? Oké, je weet natuurlijk al hoe laat het is. Oh my gosh, no way. Daar gaan we. Let's go! Alle agenten hebben samen een bank overvallen. En nu gaan we er via de geheime route vandoor. En ja, elke agent kent deze geheime route. Wat logisch is, want normaal volgen ze er juist de boeven. Oh my gosh, kijk dan. En dan hebben we volgens mij een geheime kamer waar we hier naar beneden kunnen. En nu zijn we met alle agenten hier. Oh, kijk hoeveel het er zijn. En dit is trouwens een hele mooie plek, want hier kun je dus... Oh. De camera's checken. We zijn allemaal een brandweer. Oké, ik ga er snel in. En we zijn allemaal bij dit huis. Oké, snel jongens, kom naar binnen. Snel, blus het vuur. Goed zo. Oh my gosh, we zijn met zoveel. Moet je zien hoeveel brandweren we hebben. Oké, dit is perfect. Oké, volgens mij is het huis weer bijna gered. Er zijn alleen mensen vuurwerk aan het afsteken, wat niet heel handig is. Is misschien wel de reden waarom er brand is ontstaan. Maar wat nou als we allemaal baby's waren? Moet je zien, we zijn allemaal een baby. En nu gaan we een babyfeestje houden. Alle baby's komen met me mee. Oh man, ik heb hier zoveel zin in. Moet je opletten. Kom op, alle baby's hier. En nu zijn we allemaal aan het dansen. Oh ja, dat is met die bank. We hebben letterlijk allemaal een bank. Dit is geniaal. Maar natuurlijk zijn we allemaal baby's. Dus nu is het tijd om naar ons feestje lekker uit te rusten. Oh, kijk hoe schattig. We liggen hier allemaal als baby's te slapen. Dus we begonnen als een soort van gevangenen. Daarna werden we een politieagent. Gingen we de bank overvallen. Daarna waren we een brandweer. En nu zijn we allemaal een baby die lekker aan het slapen zijn. Ik ben tussen de outfits aan het kijken wat we nog meer kunnen zijn. Wat nou als we allemaal... Oh, ik moet natuurlijk een beetje zachtjes praten, want iedereen slaapt. Maar wat nou als we allemaal een dokter zijn? Oké, nu hebben we natuurlijk allemaal een ambulance nodig, dus daar gaan we. Oké, ik zit in de ambulance en ik ben niet de enige. Oh my gosh, moet je zien. Ik moet proberen niet te botsen, want dan heb ik straks een dokter nodig. Oké, we gaan nu dus allemaal naar het ziekenhuis toe. Ik vind het gewoon gaaf dat we met z'n allen elk beroep in Brookhaven zometeen hebben gedaan. Oké, dus alle ambulances volgen mij. Oké, jongens, misschien moeten we wel even goed parkeren. Oké, laat maar. Nou, ik ben binnen en alle andere dokters gaan met me mee. Abonneer voor meer en adios.